Ja, de sporters moeten natuurlijk allemaal op het juiste gewicht zitten. Daar is even het afwachten nog op hier in Oberhausen. Als je hier achter mij kijkt, zie je de arena liggen. Daar moet het morgen gebeuren voor Andy Zemmeleer hier in Oberhausen. Afgelopen week was hij nog gewoon in Emmeloord en trainde hij ontspannen naar de wedstrijd toe van morgen. Dit vind ik wel de ergste week, omdat vooral de harde trainers zijn voorbij. Dus het is nu meer aftellen, wachten tot de dag zelf. Dus ja, dit vind ik het erg, nu wachten tot het moet gebeuren. En hoe doe je dat, het afwachten? Ja, soms proberen los te laten en af en toe filmpjes kijken en dan weer proberen los te laten. Want als ik er te veel mee bezig ga, dan maak je je mentaal ook zelf te gek. Zemmeleer won al vele belangrijke partijen bij M Fusion. Maar morgen, dan gaat het echt ergens om. De wereldtitel. We hebben wel wat we normaal doen extra lang gedaan, want in plaats van 3 rondes vecht ik nu 5 rondes voor de wereldtitel. Dus dat is langer. Dus ja, we hebben nog meer ons best gedaan om conditie omhoog te werken. Ja, dat is ook wel jouw ding, hè? De conditie, de snelheid, lekker bewegen. Ja, tot nu toe heb ik beste conditie gehad van de jongens waar ik in de ring heb gestaan. Want dat merk je derde ronde. Vanaf de eerste ronde tot en met de derde ronde is het mijn partij. Dus tot nu toe is conditie geen probleem geweest. Maar die risico kan je niet nemen, dus we hebben extra gas erop gegeven. En 5 rondes worden ook gewoon voor mij. Veel wedstrijden boksen simuleren in Abu Dhabi. De partij van morgen is niet zo ver van huis in Duitsland. En dus kan hij rekenen op veel supporters uit Flevoland. Dat doet mij heel goed, ja. Ik word erin gesteund. Dat is toch iets wat je nodig hebt, hoe je het ook went of keert. Dat er mensen achter je staan, dat is altijd goed. Dat geeft je extra kracht, extra motivatie. En ik ga het dan iedereen laten zien. Zemmeleer vecht tegen Aziz Kala. Om ongeveer 10:30 morgenavond staan ze oog in oog.